Hallo allemaal, daar zijn we weer. Heerlijk spelletje, Starlit. Gratis op je mobiele ding, toch? Anders speelden wij hem echt niet, dat ze nee, voor ons betalen. Nee, dat zou later heel duidelijk zijn. Ja. Lekker spelen. Oh! Outfit! Hadden we deze altijd al, die avonturen? Die avonturen hebben we volgens mij nog nooit gehad, hoor. Jawel. Wat vindt je moeder? Ja, maar ze was al boos, hoor. Ja, maar vindt ze die avonturen-outfit wel wat? Mam? Mam! Ik weet dat ze er is, hoor. Ja, ik had ze hier nu genegeren. Dat net als wat bedoel. Mam! Mam! Ja, laat maar gewoon. Nee, ik laat wil gewoon weten wat ze van die avonturen-outfit vindt. Mam! Eerst wilde je het niet, laat gewoon. Dus ze negeert me nu ook gewoon. Ik ga gewoon kijken, hoor. Laat gewoon. Nee, kijk wel eventjes. Ga je moeder nu zoeken? Mam? Jij! Nee! Nee! Je hebt niks gezegd over die avonturen-outfit. Ze zei, ik wil niet praten met je. Ik heb... Dit is mijn baan, mam! Jij moet werk zoeken! Ja, dit is ook een beetje ongemakkelijk voor jou misschien, maar dit is wel... Ik moet misschien gewoon een eigen woning gaan zoeken, man. Dit is wel, lijkt wel of je geen leven hebt nu. Ik ga nu ook beginnen, hè. Ik ga voor die avontuur outfit. Ja, je weet niet wat je moeder ervan vindt. Ja, weet je wel, dat boeit me niet wat mijn moeder ervan vindt. Heb je daarover nagedacht? Ja, dat vind ik wel goed, ik hoor, Peter. Ik ben mijn eigen man, ik sta op mezelf. Misschien betaalt mijn moeder voor deze iPad en zo. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze de baas is over mij. Het is je eigen leven, Peter. Dus ik neem de avonturieren. Spring over obstakels. Je kan springen! Ik kan spelen ook. Hoppakeetje. Ik ben er klaar voor. Klik boven de lijn, Peter. Klik boven de lijn. Wow. Oh. Wow. Oh, dan konden we bij die andere... Oh, gaan. Oké. Dit is speedrun level, Peter. Speedrun.nl. Oh, speedrun.nl. Daar gaan we. Go. Ja, dit is gewoon te doen. Dit spel is voor te ons doen. Gemaakt, man. Oh, dit is lastig. Ik heb dat koppie. Op dat nekkie. Oh, stickers. Oh, stickers! Stickers. We gaan voor die kikker. We gaan voor die kip. Oké, sterretje. Eén ster binnen. Kom op. Op, oh, Nessie, zag je die? Oh, ja. Pak het. Oh, kut, dit is kut. Oh! Ik ga. Go. Peter. Hoppa. Peter. En gaan. Als dit geen speedrunner is, weet ik het ook niet meer. Oh! Shit, ik had die moeten hebben. Maar kan het nog? Oh, nee. Verkeerde knopje. Gewoon gaat, Peter. Kijk, deze. Oh, triple. Ik ga bouncen. Bounce hem. Nice. Oh. Een startcombo kregen we. 2 sterren. Sleuteltje mee. Volgens mij hebben we het gehaald. Sterretje gemist. Het is hem alweer gewoon, joh. Hoppakee, man. Pak die stinkers er maar bij, joh. Dan gaan we gewoon. Hoppakeetje. Oh, stil even. Moet even iets... Oh, je moet even iets... Ze wordt wel boos als er andere mensen gaan schreeuwen ook. Dus we moeten wel even iets rustiger. Ze gaat er niet boos op mij worden als ik schreeuw. Nou, weet ik niet eigenlijk. Waar ze toe in staat is, eerlijk gezegd. Moeten we fluisteren nu? Komt ze nou naar boven? Of? Ik hoor wel iemand. Mam? Ik weet het niet. Ik moet even oppassen. Even je stickers, Peter. Even naar die stickers. Even die stickers. Even af voor die... Oh, krijg we zo'n kippetje, joh. Ja, dit is hem. Stikken. Wil jij hem openen? Het ja, laat mij. Nee, je moet... Oh! Nou. Dat is een rat. Dat is een teleurstelling, ik joh. Ik ga ze gelijk in plakken ook, hoor. Als je het niet erg vindt. Nee. 7. Oké, waarom zeggen ze ook wel? Ja, waar je ik wil plakken. Het zelf uitvinden. Er staan al cijfers op. Hoppakeetje. Hoeveel kunnen we dan? Het zijn heel wat stinkers. Dit zijn echt veel te veel stinkers. Oké, daar gaan we weer. Oh, nieuw! Wow! Bom outfit. Gaan we weer.
Oké. Dit ziet eruit alsof het te handelen is. Laten we even eerlijk zijn. Even... Oh, Bomberman-style. Maar wat als ik deze outfit niet gekozen had? Hoe kwamen we hier dan door? Dan kon je dat niet waarschijnlijk. Dan moest je weer helemaal terug. Oh, nu kun je ook levels opnieuw spelen. En dan kun je bij de blokjes komen. Kijk, en dan kun je meer sterren halen. Maar ik ga geen levels opnieuw spelen. Doe dus, ik ook niet aan hoor. Dan snappen ze niet hoe ik spelletjes speel. Eén keer nooit meer. Behalve bij Metal Gear moest ik een half spel opnieuw spelen. Maar daarom is het ook geen Game of the Year. Hoppakeetje. Maar het kan nogal moeilijk worden, dit spelletje. Het gaat ook wel. Oh, dit is echt onnodig. Ik was te gevoelig. Oh, toevallig een checkpoint? Ja. Dat gaat wel van het leventje af en daar ben ik niet zo blij mee. Oké. Genoeg tijd. En gaan. Gewoon doorgaan. Speedrun, kun je meer oh. Nee, je kan niet meer springen dan. Zijn ze goud of vuur? Die kan vuur. Die is vuur, die kan niet opduiken. Oké. Dan hebben we een bom nodig. Hoppa. Ik heb wat stickers nodig, Peter. We hebben meer stickers en ik nodig. Ik wil snel, ik wil speedrunnen, maar het gaat niet. Te weinig stickers hebben we. Wat als we zo'n stickerboekje vol hebben? Moet je eens nadenken. Hoe heerlijk dat voor mijn dwangneurose is. Ja, het voelt echt goed. Oké, deze kunnen we nu pakken. Die ga ik doen ook. Ik wil toch wel meer sterren. We hebben die sterren nodig, helaas. Ja, al wist ik dat eerder, dan had ik die andere easy sterren ook niet gepakt. Had je niet gespeedrunnen. Wil je kijken wat hier zit? Een geimpie? Ja, we gaan voor die geimpies. Een dubbelbom neerleggen? Misschien, maar ik durf het niet, omdat ik nog maar één leven heb en ik ben heel traag. Mijn reflexen zijn niet zo goed. Dit kan gewoon graven, ik wilde bijna... Oh, dat nee! Dat kan niet. Zag dit! Waarschijnlijk blijft hij boven hangen. Helemaal niet, let op. Maar als je zelf onder staat, dan blijft hij waarschijnlijk hangen, hè? Waarom? Omdat jij eronder staat. Dan word je gewoon geplet, net als de beest, man. Nee, joh. Ik ga het risico niet eens nemen als het niet nodig is. We gaan gewoon lekker. We gaan echt heel lekker. Deze geinige mannies, kijk deze. Ja, die zijn leuk. Die zijn gewoon geinig, hoor. Dat zijn leukies. Oh. Loopt hier af? Nee. We gaan er gewoon langs, hoor. Hoppa, nog een sterretje. Gaat helemaal heerlijk. Ja. Maar ik ben meer van de speedruns. Ja, ik ook. Ik ga nooit meer die bom uit... Oh, wat? Peter, smerige kutmuggen, man. Zijn we weer de euromunt kwijt? Hadden we stickers van kunnen kopen, man. Ik ga hem gewoon inzetten, hoor. Deze... Hadden we er minder net? En wat betekent die timer? Dan krijgen we een nieuw hartje erbij misschien. Oh, dat zou kunnen, ja. Oh, dus als we al onze hartjes kwijt zijn, dan kunnen we niet eens meer spelen. Nee, dan moeten we stoppen. Dat is niet de bedoeling. Kan ik duiken op het kopje gewoon? Je kan opduiken. Nee. Wraak. Hoppakee. Kan ik op dit kopje? Ja, joh. Gewoon gaan. Die is schattig. Die ga ik niet vermoorden. Oh, je gaat hem niet eens vermoorden. Die is te schattig. Ik haat muggen persoonlijk. Nee, dat was geen echte mug. Dat was geen stekende. Dat was gewoon een normale. Oh. Geimpie. Kijk dat geimpie hier rechts, okay, man. Oké, jij hebt gelijk. Je kan wel op zijn kopje duiken. Wat als hij een ster zat? Dan had ik die gewoon gemist. Nee. Oh, stikken, joh! Nog beter, joh! Hop, en gaan. Nu gaan we weer. Hop. Geef me dat kipstickertje, man. Wat doen die punten? Ik weet niet wat die punten doen. Dan gaan we zo meteen kijken. Misschien kunnen we een ander outfitje kopen. Dat zou mooi zijn. Oh, die kon gewoon graag trouwens. Waarom? Je wil overal die bommen neerleggen. Ja, sorry, man. Nee, ik krijg nu de feeling. Oh, 3 sterretjes! Hoppakee. Dat was hem weer. Ik ben klaar ook. Ik ga die stickers plakken. Zal ik die stickers plakken of... Ja, plak die stickers. Ik maak even goed open dit keer. Oh, vroeger had ik wel de feeling... Een bonus! Wow! We kregen volgens mij een leventje of iets. Het gebeurt allemaal. Het gebeurt allemaal dingen. Vroeger had ik ook echt het gevoel, als ik het pakje anders openmaakte, dat het beter zou zijn. Wat voor stickers had jij vroeger? Stickers niet. Ik ging voor de Yu-Gi-Oh! Kaarten. Een paar pakjes maar die van. Maar die scheurt er niet zo open. Die doe je echt zo... Ja, oh, maar dit voor de feeling. Chipzak open. Ligt eraan. Ik heb vroeger wel stickers gehad. Ik heb kippenvel gehad om een of andere reden. Niemand weet precies waarom. Pokémon stickerboek heb ik volgens mij ook gehad. Ik had ook die stick... Welke was voetbalstickers had ik wel. En ik had volgens mij al die boeken bijna helemaal vol, maar net niet. Dat is balen. Omdat je dan allemaal dubbele krijgt. Nu deed het wel gevoelloos. Dat bedoel ik nou precies. Nu doe je het zo gevoelloos. Ja, je hebt wel gelijk hoor. Verdomme, echt 2 kutstickers. Van meubels of zo. En ik weet nog dat je daar stond erachter in het stickerboek. Die hebben we al een dubbel. Hebben we nu al een dubbele? Ja, we hebben een dubbele al. Deze hebben we al gewoon, man. Mam! Ik moet er een keer buiten. Kun je ruilen die stickers? Heb jij nou van die stickers? Ze zeggen dat ze me niet mag. Dat is niet echt antwoord op mijn vraag ook. Je bent het ook heel vervelend. Onnodig. Nee, maar ben ik nu vervelend? Ja, dat is gewoon onnodig. Ga je er nu gelijk geven? Ja, wel een beetje.
Oh, dat was een aflevering. Het is ons weer gelukt, gewoon een hele video vol. Tot het eind. Tot het einde vol. Vol gevuld. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.